Hoi iedereen, we gaan vandaag aan de slag. We gaan lekker trainen. Daarvoor heb ik een aantal filmpjes gemaakt met verschillende oefeningen. Bij de oefeningen zal ik uitleggen hoe die in zijn werk gaat. We beginnen zo meteen bij oefening 1. Daarvoor swipe je even naar rechts. Stel je voor dat je oefening 1 hebt gehaald. Dan ga je door naar oefening 2. Is ook weer doorswipen naar oefening 3. Doorswipen bij de oefening 4. En dan zit het er eigenlijk op. Dan heb ik nog een afsluitende boodschap. Bam, schuif ik een laatste keer. Dus we gaan beginnen. Let op, daar komt ie. Oké, we gaan beginnen met oefening 1. Oké, zoals je kunt zien heb ik een oranje pion uitgezet met een aantal witte pionnen. Wat we gaan doen, we gaan drijven. De bal stilleggen, weer mee terugnemen met de backhand. En straks gaan we het aan de andere kant hetzelfde doen. Alleen dan met de backhand. Dus we gaan drijven, voorhand, hop, stilleggen en weer terug, bal stilleggen. Hup, vooruit, stilleggen, hop, weer naar achter, stilleggen. Hup, naar voren, stilleggen, hop, naar achter, stilleggen. Naar voren, stilleggen, naar achter, stilleggen. Oké, dit was de voorhand, we gaan nu naar de backhand halen. Dus bal naar de backhand, zelf op. Aan de rechterkant van de pionnen staan, bal aan de linkerkant van de pionnen, gaan we drijven. Hop, bal ik er even langs. Hop, gaan we drijven met de backhand. Hup, stilleggen, hop, en weer terug. Hup, vooruit, stilleggen, hup, en weer terug. Weer naar voren, hop, en weer terug. En naar voren, hop, en weer terug. Let erbij op dat je goed door je knieën gaat, dat je goed naar de bal kijkt en dat je de bal de hele tijd aan de stick houdt. Oké, nou gaan we naar oefening 2. Oké, we gaan bezig met de slalom. Alleen nu gaan we hem doen op een manier dat onze voeten aan de linkerkant staan en de bal aan de rechterkant. Dankjewel, Barry. Wil je even aan de kant komen? Ja, Barry die wil het niet, ik wil het wel. Oké, voeten aan de linkerkant, bal aan de rechterkant. Gaan we slalommen. Dat doen we als volgt. Doen we zo. Hoop, dus naar buiten en naar binnen brengen. Ja? Dan gaan we weer naar het begin. Doen we hem nog een keer. Dus, bal aan de rechterkant, voet aan de linkerkant. Hup, naar binnen, naar buiten, naar binnen, naar buiten. Hoop, en weer naar het begin. Doen we nog een keer. Hoop. Oké, ook hier kunnen we weer een stukje vision toepassen. Dat doen we als volgt. We halen de bal naar binnen, kijk een keer op. Hop, bal naar buiten, kijk op. Naar binnen, kijk op. Naar buiten, kijk op. Eigenlijk wat we doen, is elke keer als de bal weer goed afgeremd wordt aan je stick, dan kunnen we even opkijken. Dan hebben we die bal maximaal onder controle. Dan kunnen we hem snel naar binnen halen of we kunnen kiezen om bijvoorbeeld weg te lopen. Dus, hop, kijk op. Bal naar binnen, opkijken, bal naar buiten, opkijken, bal naar binnen, opkijken, bal naar buiten, opkijken, hup, bal naar binnen. Gaan we weer naar het begin. Op deze manier, stel je voor dat je nou iemand uitspeelt, hup, je haalt hem naar binnen, je haalt hem naar buiten, kun je hier kiezen om bijvoorbeeld die kant voor te hokken. Nou, dat was een extra tip erbij. Voer hem uit, laat me zien wat je kunt. Oké, we gaan naar oefening 3. 3? 3. Oké, nou, we hebben de slalom hebben uitgezet. Wat we gaan doen, we gaan voorhand, backhand slalommen. Waarbij we ook wat visie gaan doen. Maar dat komt later. Dus, we beginnen met voorhand drijven. Hop, backhand, voorhand. Ja, draai om. Dan gaan we weer bij het begin beginnen. Zoals je kunt zien heb ik mijn rechtervoet aan de rechterkant van de pionnen en mijn linkervoet aan de linkerkant van de pionnen. Zo doen we deze slalom. Ik zal zo vertellen waarom. Zo. Oké. Nou, waarom deed ik dat nou? Dat deed ik zodat ik wat meer visie ga krijgen. Of vision wordt het wel genoemd. Dus ik ga goed door mijn knieën. Ik heb de bal ver voor me liggen. En op deze manier kan ik ook veel vooruit kijken. Dus, bal weer ver voor me, hop, hou die vision, huppatee. Oké, wat we nu gaan doen, we gaan de hele tijd proberen op te kijken.
Dus in mijn geval kijk ik naar de camera. In ieder geval kijk naar de laatste pion. Of als je het filmt of post op Instagram, kijk ook gewoon in de camera. Dus in de camera kijken, in de camera kijken, in de camera kijken, in de camera kijken, hop, in de camera kijken. Gaan we nog een keer doen. Dus opkijken, opkijken, opkijken. Hop, meenemen. Oké, nou, we gaan naar oefening 4. 4. Ja, oefening 4. Nog op een andere manier doen. Dan gaan we dus aan de andere kant staan. De backhand, altijd lastig de backhand. Maar we gaan hem wel proberen. En we gaan, net zoals alle oefeningen, eigenlijk op een gegeven moment proberen de oefening sneller te doen. Ik doe hem voor, ik geef wat tips en dan probeer hem steeds sneller te doen. Gewoon langzaam beginnen, zorgen dat je techniek goed is en dan versnellen en de oefening zo snel mogelijk doen. Gaat een keer mis, helemaal niet erg. Daarom oefenen we, zodat we in de wedstrijden, hopelijk dit seizoen nog, de oefening wel goed kunnen doen. Nou, het gaat als volgt. Voeten aan de rechterkant, we leggen de bal aan de linkerkant. Oh, sorry bang. En dan gaan we de slalom doen vanaf de backhand. Dus, hij is nu aan de buitenkant van mijn lichaam. Dus aan buiten, hup, naar binnen, naar buiten, naar binnen, naar buiten. Hop, gaan we naar het begin. Gaan we klaarstaan. Ja, gaan we naar binnen, naar buiten, naar binnen, hop, en naar buiten. Let daarbij op dat we weer proberen de bal wat ver voor ons te hebben. Als we de bal voor ons hebben, ver voor ons hebben, hebben we meer visie. Dan kunnen we altijd, hup, uit het wel halen naar ons toe. Om vervolgens weer een keuze te creëren. Oké, dus voet aan de rechterkant, aan de linkerkant, gaan we. Hop, binnen, buiten, binnen, buiten. Hop, tegen. Gaan we weer hier naartoe. Hop, gaan we nog een keer. De bal ver voor me, daardoor ga ik weer die visie krijgen. Ga ik proberen in de camera te kunnen kijken. Hop, binnen, buiten. Binnen, naar buiten, hop en weer terug. Dus, doen we het nog een keer. Let op met de visie. Probeer het ook sneller te doen. Vind ik ook erg moeilijk, maar we gaan het toch doen. Dus, oké. Kijk in de camera, naar binnen, naar buiten, naar binnen, naar buiten, hop en terug. Nu zonder tekst, kijken of het dan beter gaat. Zag je dat? Dat is geen visie. Gaan we even een keer met visie doen. Hop. Nou, oké. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan deze oefeningen. Komende donderdag ga ik weer oefeningen posten. Blijft ook nog een beetje in het thema van vision. Gaan we met kleurtjes werken. En herhaal deze oefeningen. Hè? Daar word je beter van. Begin gewoon langzaam. Ga steeds sneller, sneller, sneller. Let op dat je goed kijkt, hè? Want als we visie hebben, ja, dan kunnen we overal langs. Hartstikke goed gedaan voor vandaag. Graag zie ik jullie filmpjes online komen. Tag ons erin, dan gaan wij ze ook posten. En dan ziet iedereen hoe goed we bezig zijn. Hey, ga zo door. Hartstikke goed.